Sinds 2 weken woon ik nu op Bali. Ik leef het leven van mijn dromen, maar hoeveel kost het nou precies? Ik ga je vandaag precies een inzicht geven in mijn leven, hoe ik hier leef, wat ik hier dag tot dag doe en hoeveel het mij kost om hier op maandelijkse basis te zijn. Nou, allereerst laten we er gelijk induiken waarom ik überhaupt naar Bali ben gekomen. De afgelopen 4 jaar reis ik al de hele wereld rond. Ik ben momenteel 23 en ik heb momenteel 23 landen bezocht op 23-jarige leeftijd. Mijn leven was niet altijd zo. En voordat ik begon met online ondernemen, was ik een simpele jonge gast in de buurt van Bergen op Zoom, Noord-Brabant. Het enige wat mij bezig hield, was geld maken. En de enige manier waar ik op toen zag om geld te maken, was werken bij een baan. Dus op mijn 15e ging ik gelijk vakken vullen bij de Albert Heijn. Ik heb daar 4 jaar lang gewerkt en daarna werd ik ontslagen. Dat ik in het laatste jaar alleen maar roep dat ik al een jaar weg wilde gaan. Ik had daar redelijk wat geld verdiend. Ik had daar meer dan 10.000 euro opgespaard in 4 jaar tijd. En toen zocht ik naar een nieuwe baan. Ik kreeg een nieuwe baan en daar verdiende ik 18 euro per uur. Ik werkte van 2:30 tot 5:30, 5 dagen in de week. En het verdiende 2.000 euro per maand. Dat was op zich best netjes. Daarnaast heb ik mijn eigen online business gestart. Toen ging het met ups en downs. Heb ik nog een studie gedaan, ondernemerschap in Tilburg, entrepreneurship en business innovation. Heb ik 1 jaar gedaan. Daarnaast ook nog gedropshipped. En dat was mijn eerste businessmodel. Ik ben begonnen met een middelbare schoolvriend. En uiteindelijk is hij ermee opgehouden en ik niet. En ben ik doorgezet. En heb ik bijzondere resultaten voor mezelf kunnen behalen. En ook voor andere mensen. Toen ik eigenlijk mijn eerste succes haalde met Shopify dropshipping, mijn eerste winnende product, een postuurcorrector, ging ik gelijk naar Marbella met een schoolvriend van de Universiteit van Tilburg. Gingen we 2 weken naar Marbella en wat zag ik daar? Hele luxe auto's, dure auto's, luxe horloges, mooie stranden, dure villa's, het luxe leven. Het leven dat je niet snel in Nederland ziet. En dat gaf mij een enorme drive om door te knallen. We verdienden een paar duizend euro winst in de eerste maand met dat product. En dat was mijn start met Shopify dropshipping. De jaren daarna gingen het ups en downs met het verkopen op Bol, maar ik bleef doorgaan. Omdat ik op Bol was gestart, daar ging ik ook weer lekker, heb ik daar hard geschaald, is mijn store ook gesloten. Ging ik van land naar land naar land, Marbella, Turkije, Dubai en nu zit ik in Bali. En precies vandaag ga ik je vertellen hoeveel ik hier uitgeef, want daar gaat het uiteindelijk om. Nou, zoals je ziet zit ik hier in een villa, dit zijn mijn slaapkamer, hiernaast hebben we nog een woonkamer en een pool, dus een zwembad en een schoonmaakster 1 keer per week. Dat is natuurlijk allemaal niet gratis. Ik zit in Ritjangoe en mijn huur is 780 euro per maand ongeveer, afhankelijk van de Indonesische rupiah die er is. Dus 780 euro per maand betaal ik sowieso iedere maand voor deze villa. We zitten hier met 2 andere gasten nog, dus dit is een villa van 2400 euro. Ik ga ook nog een house tour doen, een video doen. Ga ik een video opnemen, gaat iemand mij filmen en dan ga ik je precies laten zien hoe deze hele villa eruit ziet. Heb je daar ook een beeld bij, als je dat tof lijkt. Nou, daarnaast heb je natuurlijk nog de schoonmaakster die ook per week komt. Dat is inbegrepen wifi, gas, water en licht. Dus ongeveer 100 euro per maand. Kom je ongeveer op 900 euro per maand vaste lasten. Oké. Heb je nog een scooter? Nou, ik rijd momenteel een AOV Honda. Daar betaal ik ongeveer 120 euro per maand voor. Kom ik al over de 1000 euro heen. Heb ik ook nog benzine maandelijks. Laten we dat ook rekenen op 20 euro per maand, kom je op 1050 ongeveer. Zit ik qua vaste lasten. Heb je nog de gym erbij? Momenteel gym ik bij Obsidian. Ik ga volgende maand misschien andere gym. Ga ik weer terug naar Body Factory. Die is iets hoger qua prijs. En bij Obsidian betaal ik voor 1 maand ook ongeveer 100 euro. Dus dan kom je op 1150. Oké. Dus ik betaal sowieso 1150 iedere maand standaard. Zonder dat ik ook maar iets heb gedaan. Dus zonder te eten. En eten is natuurlijk ja, super belangrijk. Ik eet momenteel 3 keer per dag. Ben ik ongeveer, laten we zeggen, gemiddeld 20 tot 30 euro kwijt. Dat is ook weer een extra 600 tot 900 euro. Laten we uitgaan van 750. Kom je uit op 1800 per maand. Ik heb het zo gebudget dat ik 2K per maand uitgeef. Dus ik zit op 1800 qua alles. Gewoon al het normale leven. Maar ik heb natuurlijk ook leuke dingen die ik wil doen. Dus mooie plekken bezoeken. In het weekend ga ik bijvoorbeeld naar het strand. Of ga ik naar een tempel. Of een waterval. Of ga ik mooie plekken bezoeken. In ieder geval activiteiten. Waar natuurlijk ook kosten aan gebonden zijn. Die zitten ongeveer op 200 euro. En ik leef het leven hier echt als een koning. Ik kan hier alles doen.
Maakt mij zo gelukkig. Ik heb de zon, ik heb strand, ik heb zee, ik heb een zwembad. Ik heb ondernemers om me heen. Ik heb goede kwaliteit gyms. Die gym is ook met sauna en ijsbad, dus ik heb gekozen voor beste gym, beste villa, beste scooter. Overal het beste en daar betaal ik iets meer voor. Dus met alles het beste betaal ik ongeveer 2k per maand, wat echt absurd is in Bali. Ik zou het echt nog, denk ik wel, richting, als ik echt op mijn budget zou letten, zou ik het echt wel richting 1k misschien wel kunnen pushen. En dat je hier gewoon voor 1k per maand kan leven aan alle kosten die je hebt, is echt absurd. En dat is ook een van de redenen waarom ik Azië zo erg aanraad voor jou. Want ik heb nu al mijn cost breakdown gedaan van hoeveel het is. Dus ja, ik spend hier 2k per maand. En hoe kan jij nou eventueel hetzelfde gaan doen? Door online te ondernemen en ook met andere ondernemers te gaan samenwonen. Daarom wil ik je even een verhaal vertellen hoe ik deze twee ondernemers ken. Toen ik een jaar later weer naar Belja ging, nadat ik de eerste keer met een studiegenoot ging, wilde ik gaan met ondernemers. Omdat dat ik met die studiegenoot had ik geen goede klik, omdat hij rookte veel, hij zoop veel. En hij was niet echt in het online ondernemen en persoonlijke zelfontwikkeling thuis. Toen ging ik dus op zoek naar mensen die wel naar Marbella gingen. En toen heb ik Gijs ontmoet via WhatsApp. En Gijs heb ik uiteindelijk gemiet in Amsterdam bij Loetje, Biefstuk Restaurant in Amsterdam. Met Soubir er ook bij. En toen zijn we met z'n drieën naar Marbella gegaan. En later zijn er nog twee gasten aangesloten, Max en Emiel. En die heb ik ook in Marbella ontmoet. En Emiel is nu toevallig ook weer in Bali, niet in deze villa. Maar zo heb ik wat connecties gemaakt. En zo ben ik dus begonnen met het reizen. En doordat ik in contact ben gekomen met deze online ondernemers, woon ik nu ook met ze samen. En ik wil je even vertellen hoe belangrijk het is dat je deze ondernemers om je heen hebt. Of in ieder geval mensen die jou motiveren. Want ja, een van die gasten die pusht mij enorm in de gym. Die is gewoon ja, een stuk sterker dan dat ik ben. Daar ben ik gewoon heel realistisch in. En die voert de oefeningen ook wat beter uit. En Gerard die is gewoon een stuk verder in zijn business momenteel dan dat ik ben. Dus we kunnen van beide leren. En zo pushen we elkaar. Als ik zie dat hij aan het werk is, of dat hun nu aan het werk zijn in de woonkamer, heb ik ook zin om te gaan grinden. Als hij naar de gym gaat, wil ik ook naar de gym gaan. Dus ja, het is ook heel belangrijk niet alleen om alleen te gaan. Ik heb wel alleen gereisd en daar leer je superveel van. En ik raad het je zeker aan ook om een keer te doen. Maar voor mij is het veel interessanter in deze fase van mijn leven om samen te wonen met andere like-minded ondernemers. Ik hoop dat je superveel waarde hebt gehad aan deze korte video, deze kosten breakdown in mijn ja, leven in Bali, hoeveel ik betaal. En ja, like en abonneer op dit kanaal. En ik hoop je graag weer terug te zien in de volgende video. Ciao, ciao.